In het autootje rijd ik iedere week door onze provincie op zoek naar mooie, grappige of bijzondere verhalen. Terwijl je nooit weet wie erin stapt. Deze week beginnen we midden in het centrum van Makkum. Het is wel een beetje aan de krappe kant, ja, nee, maar dat maakt het ook heel gezellig. Okay. Hoi, ik ben Joey. Jacomijn. Ilse. En Ilse, Jacomijn en Ilse. Kwamen net aangereden, zagen het autootje en dachten eigenlijk meteen... Hier moeten we in. Ja, vet leuk. Tenminste, jij zei eigenlijk... Sorry, dames en heren. Jij zei eigenlijk, ik moet enorm pissen. Toen zei ik, nou, dat maken we niet zo lang, zei nee. ik toen nog. Nee. Maar je houdt het heel lang op. Waar komt dit vandaan? Waar dit vandaan komt? Nou, ik bedoel, waar kom je zelf vandaan? Oh, uit Leeuwarden. We komen van school af. Ah, oké. Okay. Wat doen jullie van school? Zitten jullie bij elkaar in de klas? Ja. En jullie komen hier vandaan? Ja. Oh. Toevallig, hè? Wat doen jullie in Leeuwarden dan? Sociaal werk. Op school, ja. De opleiding voor sociaal werk op school. Ja. En wat kun je ermee? Heel sociaal werk krijgen, denk ik. Maar wat wil je ermee? Nou, laten bijvoorbeeld mensen de maatschappij weer terug gaan helpen. Oh, echt? Ja. Dat is wel echt super interessant. Ja. Waarom hebben jullie allebei voor deze opleiding gekozen? Dat is eigenlijk heel toevallig, hoor. Dat we, ja, we wisten het zelf wisten niet. Van elkaar. Maar jullie kenden elkaar wel? Ja, en jullie kwamen elkaar eigenlijk tegen op de opleiding? Ja, 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 precies. Eigenlijk maar dat is wel echt een beetje toevallig. Dat is en toen, toevallig. Toen zag je elkaar? En toen was het, jee! Hey, jij hier ook. Jij? Ja. Jij houdt helemaal niet van mensen. Ja, zo ging het. Ja? Nee. Dat zou wel heel leuk zijn als het zo is gegaan. Hoe ging het dan wel? Nou, gewoon lang niet gezien. Ja, ook zo. Deze opleiding, precies. Leuk. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat jullie hier wonen, in Makkum. Ja. Maar eigenlijk nooit echt, je wist wel van elkaar wie jullie waren, maar niet echt contact heel veel hadden met elkaar. Jawel, we waren vroeger echt beste vriendinnen ook. Ja. En toen even niet meer? Nee, gewoon andere school eigenlijk. Ja. Nou ja, zelfde school, maar andere richtingen en zo. Ja, precies. En toen weer hetzelfde. Ja. Nou, dat is dan wel dubbel zo leuk dat je dan aan je school begint. Voor 3-4 jaar, denk ik. 3 jaar, ja. 3 jaar. En dat je dan je oude beste vriendin weer terugziet. Ja, vet leuk eigenlijk. Dat is vet leuk, hè. Want ja, en als je dan weer meer met elkaar omgaat, dan kom je elkaar ook weer meer tegen natuurlijk. Ja. Dus ja. Dan bouw je ook weer een beetje meer aan je vriendschap, toch? Ja, precies. Wat? Ja. Ik vind het wel gek. Ja, nee, ja, je had van tevoren niet bedacht dat die auto er stond en dat je dacht van we gaan even naar binnen. Nee, even serieus, waarom in Makkum? Ja, nou, wij dachten van, we zijn nooit in Makkum. Nee. Dus laten we eens een keer naar Makkum gaan. En het bruist. Ja, vind je het leuk? Nee, ja, ik vind het wel heel leuk. Nee, ja. Maar het is natuurlijk, in de winter is het hier natuurlijk heel rustig. Ja, ja, maar dat rustig. Vonden we niet een reden om niet te komen. Nee. In de zomer is het echt heel gezellig. Maar jullie houden wel van Makkum. Natuurlijk. Ja. Wat maakt Makkum, wat is zo leuk aan Makkum? Ja, Makkum is eigen, toch? Ja, nee, dat is toch zo. Maar betekent dat je bent hier geboren? Ja, nou, ik ben in Sneek geboren, maar ik leef hier altijd. Ja. Ja. Maar je bent hier opgegroeid? Ja, precies. Je groeit hier nog steeds op waarschijnlijk? Ja. Je kent hier iedereen. Maar blijf je hier dan ook wonen? Ja, dat zou ik niet weten. Nee, weet ik ook niet. Misschien. Het is maar net hoe het loopt. Misschien. Hangt een beetje vanaf of je een leuke jongen tegenkomt. Ja. Maar dat zou ook leuk zijn als dat iemand uit Makkum is. Ja. Ja, leuke jongens in Makkum? Of als ze hier leuk genoeg zijn, komen ze maar naar Makkum. Jij houdt je opvallend stil. Ja, ik heb met iemand uit Lemmen. Zou ik dan Makkum een kereltje? Ja. Ja? Ja, heb ik. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, als het allemaal zo blijft, dan kun je hier lekker ergens wonen. Ja, nou, ik weet niet of we dat wel willen, maar misschien wel. Ja. Ja. Ik zit de hele tijd naar je oor te kijken, maar je hebt er iets in. Ja, klopt. Wat is het? Heeft zij ook hoor. Nee, is dit een beste vriendin? Ja? Waar je vroeger zo'n kettingje had, hebben jullie allebei niet? Ja? Nee, het was gewoon heel zo spontaan. Ging het precies, we zaten op school en we dachten van, laten we het doen. Nee, ja echt? Ja, echt. En toen zaten we in een bus, zei ik, we gaan ervoor. Maar dat van jou heb ik nog nooit gezien. Misschien kun je het heel even in de camera laten zien. Ja, ik weet. Ja, wat is het? Is een... Het zijn van die bolletjes. Oh, twee aanbandjes. Ja. Ah, oké, want het lijkt bijna zo'n ingedrukt steentje, weet je wel? Wat je doet. Oh, ja, die ja, in dat, je huid dat is heel doen. Raar, vind ik dat. Ja, die kun je hier zo doen, bedoel ja, je toch? Ja, oh, zo onderhuis. Ja, heel raar, maar dit is dus eigenlijk gewoon een... Ja, dat is gewoon echt doorheen. Oh ja, oké. Nou. Ja. Leuk. Is er nog iets wat jullie, zeg maar, willen delen met de rest van de wereld? Ik heb geen flauw idee wie dit gaat bekijken, dus ik weet ook niet waar ik het over moet hebben. Nee, ik ook niet.
Wat is het leukste wat er nu in je leven is? Wat is het leukste? Oh, wat een diepzinnige vraag. Ja? Ik zou het niet weten. Wat is het ergste wat er nu in je leven is? Jij kijkt zo wel naar. Het ergste wat in mijn leven is. Ik zou het even niet weten. Op het moment dat ik naar de wc moet. Plassen. Ja, oh ja, dat is waar ook. Nou goed. Nee, maar waar doen jullie dit altijd? Dit doen we, dit is het wekelijks programma. Oké, en dit gaat wel gewoon uit, toch? Dit? Ja, dit wordt... Echt verkleind in 2-3 seconden. Ja, dit gaat heel snel, gaat dit. Ja, dat dacht ik al. Echt, je filmt misschien wel de hele dag en dan blijft nog maar zoveel... Ja, vaak zenden we gewoon het hele gesprek uit. Hou op, ja, joh. Dat is gewoon de kracht van dit programma. Hou op, joh. Dat is echt zo. Ja, serieus, ik maak geen grap. Oké. Dat is gezellig. Nee. Dat is ongelooflijk. De auto is net gerepareerd. Oh, dat is we rijden net weer. En er is hier gewoon... Ik fix dit. En dit... Het raam is gewoon... Dit door de deur is ook open. Ja. Nou, hou hem dicht, zou ik zeggen. We sluiten af. Ja, dit was leuk. Ja, maar dat doen we altijd met de groeten. Dus de vraag is eigenlijk aan wie willen jullie de groeten doen? Ga je gang, jij mag eerst. Groetjes aan Makkum. Ja. Hoe? Ik denk even een... Groetjes aan Makkum. En vanuit Makkum vliegen we de weg op en rijden we door naar Sneek. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Joey. Hallo. Jenny. Hallo, Jenny. Hoi, Gerja. Gerja? Ja. Wij zouden niks zeggen, hè, tegen elkaar. Dus niet dat ik u niet aardig vind. Maar... Nee, prima. Anders dan nee. Denk de kijker ook van, dit is een beetje gek. Ja. Misschien nee, dat is goed. Dat hij helemaal niet met u praat. Nee. Goed. U weet het zeker? Ja, dat is goed. Oké. Goed. Jij komt uit Lelystad. Mm-hmm. Wat brengt jullie hier vandaag? Ja, een moeder-dochter weekendje. Ja? Of een nachtje eigenlijk weg. Ja. Ja. Dit, ik moet even goed kijken, moeder en dochter. Ja. Echt waar? Ja, maar ik lijk niet op hoor. Nou, wie zegt dat nou? Nou, mag ik even wat vragen? Wacht even hoor. Ramiro! We hebben de productie. Kom eens hier eventjes. Ja, je bent waarschijnlijk niet in beeld, maar. Wat is er? Vind jij dat zij op elkaar lijken? Nou, nee. Niet echt. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Nee. Nee? Ik zeg het toch. Nee. Vind jij dat ze op elkaar lijken? Ramon? De dames? Nee, niet per se. Nee, nou, oké, goed, bedankt. Nee. Maar. Oké, nou, ik had het dus helemaal mis. Jullie lijken dus helemaal niet. Ik vond dat jullie wel op elkaar lijken. Ja, sommigen zeggen van wel. Ja, nou, dat vind ik wel. Niet. Heeft u meer dochters? Nee, ik heb maar één dochter en twee zoons. En dan heb je de één die zegt dat hij niet op elkaar lijkt. Nou, maar, nee. Dochters willen meestal niet moeder. Ja, oh ja, nou, dat is altijd heel veel beter om uit te gaan van jezelf natuurlijk. Maar goed, uit Lelystad, moeder en dochter, dagje weg. Ja. Waarom is er gekozen voor Sneek? Ja, dat vonden we wel een mooie stad. Ja? Ja? Was je al eerder geweest? Nee, ja, ik ben er wel eens eerder geweest, maar het is al een tijd geleden met Alice en Janine. En ik ben er één keer ook rap doorgegaan en toen vond ik het leuk, maar toen had ik niet echt tijd om... uitgebreid te winkelen. Oh ja, een bril beslaat, hè? Ja, zag ik, ja. Dus vandaar dat ik zei, zullen we naar Sneek? Nou, wordt dat ditje geboekt. Wat leuk. Gezellig. Dus toch eventjes met z'n tweetjes... En wat doe je dan op zo'n dag? Een dagje Sneek? Winkelen. Ja, eigenlijk. Nou, ik zie niet zoveel. Ik zie één tas hier. Ja, precies. En staat al een hotelkamer. Oh, echt? Ja. En wat koop je dan op zo'n dag? Schoenen. Ja, is dit echt zo'n moeder-dochter schoenenwinkel? Ja, in de schoenenwinkel. Oh, dit zijn de nieuwe? Nee, dat zijn de kleine voeten. Oh, dit zijn. Ja, inderdaad. Ja. Mag ik nog één keer kijken? Ja. Dat is echt klein. Mag je moet je kijken, dames en heren. Dit is ongelooflijk. Wat voor maat is dit? Dit is 33. Dat 33? Komt er niet op, hè? 33? Ja. 33. Ja. Dat is ongelukkig. Dit is heel klein, is dat, hè? Ja, want ik heb al kleine voeten, maar dit is. Dit, nou ja. 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 Nou ja, het is wel, je had ook maat 43 kunnen hebben. Ja, dat is ook niet fijn. Ja. Heb je dat wel van je moeder, kleine voeten? Nee. Hebben jullie overeenkomsten? Nee, zij leek heel veel op haar vader. Ja. Alles van haar vader. In elk opzicht dus, begrijp ik hieruit. Ja, klein en... Ja. Ja. Behalve de snor dan. Ja, precies. Ja, precies. En de baard. Ja.
Wat doe je voor werk eigenlijk? Ik ben klasassistent. Oh echt? Ja. Wat leuk. Wat... midden in de kinderen. Maar word je dan, ik heb altijd het idee dat een klasassistent een beetje wordt, bijna wordt misbruikt gewoon als leraar. Is dat ook een beetje zo? Nou, dat voel ik niet zo hoor. Nee? Nee. Je krijgt deze kansen aangeboden. Is dat het? Nou, ik vind het wel, je doet het voor de kinderen en de kinderen maken je blij. Ja. Dus daar doe ik het voor. En verder, Waarom wil je dat worden eigenlijk? Nou, wist je dat altijd al? Ik vond kinderen altijd al heel leuk, dus altijd al in de kinderopvang gezeten en alles. Dus. En heb je dat dan van je vader? Doet hij ook iets met kinderen? Nee. Nee, het is gewoon wel uit mezelf gewoon. Oh ja, wat doet uw man? Die werkt bij Rijkswaterstaat in Lelystad voorheen. Ja. En nu zit hij ook een aantal dagen in Utrecht, dus allemaal reorganisaties. Dus één dag nog in Lelystad en 3 dagen in Utrecht. Ja. Ja. En werkt u ook nog? Nee. Oké. Nee, ik heb altijd opgepast, ook op kinderen. Dus wat dat betreft is het denk ik wel een beetje een link met kinderen. Toch nog dus, iets dan? Toch nog iets. Is het toch nog een beetje gelukt? Ja. Dus verder ben ik gewoon nu huisvrouw. Ja. Nou, lekker. En een weekendje Friesland, of een dagje, hè, was het? Ja, een nachtje, morgen. Oh, een dagje en een nachtje, dus de schoenenwinkel zijn nog niet leeg, begrijp ik hieruit. Nee. Is er nog iets wat je nog heel graag wilt doen? Hier. Ja? We gaan zo lekker eten. Eten. Ja. Nou, we gaan zo lekker eten. We sluiten eigenlijk altijd af met de groeten. Ja. Jij wilde eigenlijk niks zeggen, hè, maar wil je dan toch wel de groeten doen? Nou ja. Je zit er nu toch. De groeten maar aan heel Friesland. Het is een zeer sociaal gebeuren in Friesland. Leuk, ja, vind gezellig. Je? Ja. Oh, het is altijd leuk om te horen. Ja. En jij? Lieve Alice en Janine, hier zit ik dan de groeten te doen uit Friesland. En ik ben nu in Sneek en heel veel groetjes van mij. En ik zie je zondag bij de doopdienst. Tot gauw. Doopdienst? Ja. Je vertelt nu allemaal dingen die je helemaal niet wist. Ja. Ga je naar doopdienst? Ja, ik zit zondag ook in Friesland. Oh, ja. Bij een doopdienst? Ja. Oké. Ben je gelovig? Ja. Ja? Wat geloof je dan? Ik kom van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Ja? Protestant. Ja. Dus we gaan niet in hokjes, hè. Dat vind ik zo. Ja, maar dat doen eigenlijk heel veel kerken niet meer, toch? Ja. Nee. Maar het is wel, laat ik het zo vragen, wordt het huilen geblazen bij de dienst? Nee. Oh nee, je bent niet zo jankerd. Alleen maar vrolijk toch. Mooi. Bij een doopdienst? Nee, ik ga niet huilen. Nee. Ja, maar dat neem je ook altijd voor bij een bruiloft waarschijnlijk. Ja. En dan gaat het altijd mis. Ja, dat hoor ik hier al op links. Ja, dat wel. Ja. Dat stil dichtbij komt. Ja. Hè? Dan, dat heb ik ook wel willen gedaan. Willen emoties nog wel eens Ja, maar dan moeten ook mensen zijn die niet... die dan beginnen, zeg maar. Ja, dan gaan dat je naast iemand zit. Mijn neef stond voor mij en die begon nou samen met mijn broertje dan, die ging dan trouwen. Nou, dat zijn net broers, zeg maar. Ja. Zo voelen ze dat, zeg maar. En dan ga je. En dan ga je. Ja. Toen dacht ik, dankjewel. Nou, moet ik nog. Nou. Ja. En voor een vrouw is het helemaal erg, want die kan de make-up opnieuw gaan doen. Ja, maar goed, succes met de doopdienst. Ja. Zuidwest-Friesland? Ja, heel goed. Ja. Bedankt. Is dat niet heel Friesland? Zo goed als heel Friesland. Bedankt. Ja, graag gedaan. Bedankt. Ja, een goede dag verder. Dank u wel. Of de boerderij, of ja, het werk. Ja, de boerderij wel. Maar ja, dat in mijn wijze is ik leuk. Ja. Dat is nog volle leuk eigenlijk. Ja, dus eigenlijk mis je het werk mis je helemaal niet. Ja, de kei. Ja? Daar was het altijd rustig van. Ja? Ja. Een beetje ja. Knuffelen. Dan kan je mijn heel rust geven.